Breitner woonde op Oud-Rozenburg bij Willem Maris, een schilder van de Haagse School. En daar kwamen heel veel schilders van de Haagse School samen. En ook Mesdag was daar vaak. En hij kende Mesdag ook al van de kunstenaarsvereniging Poelgri in Den Haag. En vlak nadat Mesdag de opdracht had gekregen om panorama te schilderen, vroeg hij al Breitner om hem daarbij te helpen. En dat is om twee redenen opvallend. Ten eerste was Breitner van de academie afgegooid en ten tweede was hij zo jong. Dus dat is een prachtige kans voor Breitner geweest en ook heel bepalend voor de rest van zijn carrière. Het is interessant om erbij stil te staan welke delen Breitner van het panorama heeft geschilderd. En dat zijn er zoveel dat je eigenlijk misschien wel zou kunnen zeggen dat het beter panorama Breitner zou kunnen heten. Want Breitner heeft niet alleen de stoet paarden geschilderd, dat dachten de mensen vroeger, maar hij heeft nog veel meer geschilderd. Hij heeft wel 80% van de personen op het panorama geschilderd. En daarnaast heeft hij een ongelooflijk groot deel van het dorp Scheveningen geschilderd. Dus zijn bijdrage aan het panorama is gigantisch. We denken dat Mesdag Breitner heeft gevraagd om drie redenen. Ten eerste zijn liefde en ervaring met het schilderen van paarden. Mesdag zelf was geen paardenschilder, maar op zijn eerste schets van het panorama stond al een stoet met paarden. Ten tweede zijn kennis van het perspectief had hij geleerd op de academie. Dus de academie, ook al is hij er vanaf geschopt, heeft toch nog voordelen gehad voor Breitner. En ten derde had hij heel veel ervaring met het schilderen van stadsgezichten. En dat kwam van pas voor het dorp Scheveningen. In 1880, toen Breitner aan het schetsen was voor het grote panorama, heeft hij waarschijnlijk al het idee gekregen voor dit schilderij Cavalerie, dat hij jaren na het panorama schilderde. En dat weten we omdat we tussen de schetsen voor het panorama al een schetsje hebben gevonden voor dit schilderij. Breitner heeft een stoet paarden geschilderd op het panorama en die stoet is rustig. Er wordt rustig gelopen. Hier zien we iets totaal anders. Ik moet bijna wegspringen. Ze komen recht op me af. En we zien ook dat Breitner geen details heeft geschilderd. En ook dat heeft hij waarschijnlijk geleerd door mee te werken aan het panorama. Want op een panorama is het ook helemaal niet nodig om een oogje van een paard weer te geven. Dat ziet toch niemand op grote afstand. En dat idee heeft hij ook toegepast op dit schilderij. Want als de paarden bewegen, dan zie je de details ook niet. Hij werd de schilder van de beweging, het vastleggen van de beweging. De werkelijkheid ging die schilderen.